Ja, een stukje lopen. Ja, hoi en welkom terug bij Zaad. In deze serie nemen we je mee langs leuke mensen die er iets van vinden. Zaad dus. Van kok tot veredelaar, boer tot econoom en activist tot wetenschapper. Ze vertellen jou wat ze van zaad vinden en ze stellen vragen aan elkaar. En tussendoor vertellen we je wat meer over zaad. Een soort van snelcursus eigenlijk, zodat je weet waar we het over hebben. En dit keer zijn we in het Westland op bezoek bij Koen. Ik ben Koen van de Knaap, veredelaar bij Access Seeds, 36 jaar, gestudeerd aan de Wageningen Universiteit en ik werk nu 5 jaar bij Access Seeds. Ik ben ontwikkelaar van nieuwe tomatenrassen. De hele dag ben ik nieuwe tomaten aan het ontwikkelen. Wat is voor mij natuurlijk als het gaat om zaad? Ja, dat is een lastige vraag vind ik, ook omdat ik in een omgeving werk waarin we eigenlijk proberen zoveel mogelijk de natuur te sturen. Wij ontwikkelen zaad, ook door middel van de natuur eigenlijk ja, na te bootsen. Ja, daar creëren we samen met de natuur eigenlijk nieuwe rassen. Ja, het zaad is 100% natuurlijk, maar wel gestuurd door de mens. In mijn ogen is de keten die zaad doorloopt als volgt. Het begint eigenlijk bij de veredelaar en met een vraag vanuit de markt om iets nieuws te ontwikkelen. Als wij wat nieuws hebben ontwikkeld, dan gaan we dat in samen met onze klanten, de producenten, uittesten of dat een succes is. En dan komt het bij de consument terecht via de supermarkt of de natuurwinkel of wat dan ook. Vanuit mijn vakgebied is het belangrijk aan zaad dat het altijd kiemt. En als wij wat verkopen, dat het altijd hetzelfde is, dat het uniform zaad is. Ja, en zo sterk mogelijk, dus dat een zaadje zo sterk mogelijke plant heeft. Wat ik het leuke vind aan mijn werk, is dat ik gedeeltelijk heel erg praktisch bezig ben. Dus ik loop in een kas, ik ben bezig met het kijken naar eigenschappen van een plant. En deels heel erg theoretisch. Dus, in achter de computer analyseren, kijken wat inderdaad uiteindelijk na het analyseren van de data uiteindelijk het beste is. Dus ik heb eigenlijk contact met een wetenschapper, maar ook met iemand die tomaten plukt in de kas. Men veredelt om gewenste eigenschappen in planten meer naar voren te laten komen en zo beter en meer voedsel te kunnen maken. De klassieke manier is om planten seks te laten hebben door stuifmeel van de ene plant op de stempel van de andere plant aan te brengen. De veredelaar bekijkt een heleboel verschillende planten en kiest die met de eigenschappen, bijvoorbeeld groot of een mooie kleur uit, kruist die weer met andere planten met gewenste eigenschappen en kiest opnieuw uit. En zo begint het hele cirkeltje opnieuw. Diversiteit creëren dus en uit die diversiteit dan weer selecteren. Net zolang tot je de gewenste plant hebt. Dat hele proces van zaad tot op je bord duurt jaren, soms wel 20. Welke was er eerst? In dit onderdeel geven we iemand 2 items en vragen we, welke was er eerst? Welke was er eerst? Ik denk dat dit een soort graan is. En gerst of iets dergelijks. En hier zit het vliesje nog op. Ik zou echt niet weten wat dit is, om eerlijk te zijn. En ik denk dat deze er eerder was. Ja, jij kon natuurlijk niet zien wat er in dat potje zat, maar Koen heeft gelijk. Dit is spelt en spelt is eerder ontwikkeld dan tarwe. En dat is wat er in het andere potje zat. Mijn vraag aan de volgende schakel in de keten, de veredelaar, is wat vind jij van gouden rijst? Ik ken het project toevallig best wel goed. Ik heb er met mijn studietijd werk aan gedaan. Ik denk dat het een oplossing zou kunnen zijn tegen bijvoorbeeld kinderblindness, het verhogen van het vitamine A-gehalte in rijst. Dus wat ik daar uiteindelijk van vind, ik denk dat het een heel mooi project is met een goede inslag. Dus het was een GMO-project wat dus als inslag had om echt een probleem in de wereld op te lossen. Dus dat vind ik persoonlijk beter dan het resistent maken of tolerant maken van een ras of gewas tegen gifstoffen. Zouden wij met GMO een probleem kunnen oplossen van die grootte? Denk ik dat het zeer de moeite waard is om erover na te denken. Hoi Roy, mijn vraag voor jou als teler is, welke raseigenschappen zijn momenteel in Nederland het belangrijkste om te verbeteren? En denk je dat het in de toekomst ook nog zo zal zijn? Ja hoor, dat was aflevering 2.
In onze volgende aflevering gaan we op bezoek bij Roy Persoon. Hij is paprika-teler in het Westland. Tot dan!